Je ziet het waarschijnlijk aan mijn gezicht. Ja, ik moet ook naar de kapper, dat ook. Maar ik ben super blij. En wat is de reden daarom? En wel, ik zou zeggen, ik heb iets heel speciaals. Ja. Omdat ik 1. content heb voor mijn YouTube-kanaal. En 2. 5 minuten geleden deze is toegekomen. Is trouwens niet gesponsord, allemaal zelf betaald. Unboxing. Die mens daarnet, 5 minuten geleden, die belde aan. Dus ik doe open, ik zie hem zo in zijn kabinet staan. Hij pakt die ene doos. En ondertussen valt deze doos uit de kabinet. Je kunt zien, truppel. Ik moet echt dringend iets aan mijn spieren doen, holy shit. Ik heb die vorige week zaterdag samengestoken. En alweer 10 dagen later is het hier eindelijk. Ik ben echt benieuwd. Hier zit logischerwijs een computer in, dat moet ik hun er niet vertellen. We gaan eerst deze doos open doen. Ik denk dat ik legit nog nooit een serieuze unboxing video op mijn kanaal gedaan heb. So, the phone itself is packed in karton. Remove the red stripe and here I try remove the other stripe, but I got stuck. Bij de 5 likes ga ik trouwens naar kapster aan, het is dringend nodig. Spannend. Wat zit er in? Doos 1, plastic. En inderdaad, alle dozen van de onderdelen die gebruikt zijn geweest. Dat is vriendelijk van die mannen dat ik die dozen krijg. Ik ga dat koesteren. Ja, de rest zijn eigenlijk gewoon echt dozen. Een doos met dozen, voilà. Dat hebben we dan ook weer gezien. Maar dat niveau dat we allemaal aan het kijken zijn, de computer zelf. Spannend. En nu vraag je ook waarschijnlijk af, Florent, waarom heb ik een andere computer weggedaan? Deze hier, die een HP dat je ziet, die heb ik 1,5 jaar geleden aangekocht en die begint echt te flippen dat het geen naam heeft. Ik krijg hem niet meer uit slaapstand. Af en toe vriest hij gewoon dat gewoon alles stilstaat en dat ik niks meer kan hem zelf meer afsluiten dan. Ik heb dan gebeld met die mannen van HP, ik heb zo'n system check gedaan en al en die zeiden dat er iets goed mis is met een BIOS. Dus ik heb hem dan ter reparatie aangemeld, next business day on-site garantie. Stuur in die een doos op van Hongarije naar hier, dan moet je die computer van hier naar Hongarije, dan gaan ze die 2 weken repareren en dan stuur je die terug weer op. Alsjeblieft, die mag je meenemen. Dank u wel. Wie het klein niet waard is, is het groot niet geert. Die tijd had ik natuurlijk niet, dus gewoon een nieuwe gekocht. En hier is hem dan. Die is pittig groot, amai. Een powercable, belangrijk. Zelfs Piet, voor de nerds onder ons, alles wel op het scherm zetten wat erin zit. Oh. Ik denk zonder zeven dat die computer meer als mij weegt. Nee, ik heb hem niet. Oh. Even 10 minuten bekomen, very nice. Je voelt dat als... Het is geen normaal ISO, dat is kwaliteit ISO. Ik heb nog nooit een computer met een glazen paneel aan de zijkant gehad, dus ik dacht, breng er direct een keer verandering in. Ja, wat, het zit zelfs een plastieke zak en al in. Sealed air, onvoorstelbaar. De vraag is, hoe de fuck haal ik die eruit? Hallo? Hola. Dat is die nieuwe technologie van die scharnieren. Ja, en zo... Voilà, ja. Ik zit hier al 10 minuten te sukkelen met dat plasticje van dat glas. Ik krijg die fucking klepper niet van, godverdomme. En is die fucking vastgelijmd of zo? Ik denk dat ik mijn computer hier ga zetten. Ik moet nog wat werken aan de cable management, zoals je dat net gezien hebt waarschijnlijk, maar dat komt in orde. Moment van de waarheid, ik heb hem net in stopcontact gestoken. Ik heb hem nog niet aangezet van achter. Big brain moves. Er komt wat blaas uit. Ah, godverdomme, het zit toch een... Ik dacht dat hij volledig ledlichtloos was, maar het zit dan toch nog een ledlichtje in. Godverdomme. Continue in selected language. Zeer zeker. Hij maakt wel superveel lawaai. Ik heb expres een case gepakt die wat het geluid moet tempen. Precies een straaljaar of zo, miljard. Ik hoop dat het is, omdat hij alles aan het opstarten is. Als dat echt heel een tijd zo een blaas gaat zijn. Ik denk dat eindelijk tip-top in orde is.
Ik heb mijn schermen terug allemaal horizontaal gezet. Daaronder de speaker. Wat ik wel nog een keer moet upgraden zijn deze twee. De rest mij nu nog één ding. En dat is het plasticje van deze hier nog afdoen. Oeh, deze gaat zo satisfying zijn. Oh, en dan weet je dat goede content is. Ondertussen is mijn andere computer opgestuurd naar Hongarije. En ondertussen hier is mijn computer goed gaas aan het geven. Hij marcheert nog steeds, dus dat is positief. Ook tijdens trenderen, tijdens gamen, alles gaat soepel. Ik heb wel gezegd dat hij superveel lawaai maakt. En dat was omdat mijn CPU-cooler, dus de ventilator die op mijn CPU zit, die was gewoon 100% de hele tijd alle gaas, alles aan het knallen. Ik heb dat dan in mijn BIOS aangepast, dat hij gewoon vanaf een bepaalde temperatuur harder moet beginnen blazen. Maar anders mag hij een stapje lager doen. Nu hoort hij ver niet draaien, dus... Great success! Bij deze, ik hoop dat ik niet binnen een jaar en een half een video moet maken dat mijn computer terug gerepareerd moet worden. Ik hoop dat deze wat langer meegaat. Maar dat was de video. Bedankt om te kijken. Bij de 5 likes ga ik trouwens naar Kapster aan. Het is dringend nodig. Ah, we hebben de 5 likes al gehaald, of wat? Even Kapster aan bellen. Geen zever, het is woensdag, maar die werkt niet op woensdag. Ging ze bellen, wat zal voor morgen zijn. Tot een volgende, jongens. Doei, doei.